Voor vrachtwagenchauffeur Jan Slotboom uit Dordrecht wordt dinsdag een spannende dag. Dan moet hij weer voor de rechter verschijnen, ditmaal in hoger beroep. Slotboom parkeerde in 2023 op een plek waar dat niet mocht en daarvoor kreeg hij een fikse boete. Hij zegt zelf dat hij niet anders kon dan daar parkeren. Het kan natuurlijk iedereen gebeuren. Iedereen, het is zo herkenbaar. Als je van Spanje terugkomt, van vakantie met de auto, en je hebt al een halve dag gereden, ja, dan word je ook wel eens slaperig. Dat kent iedereen. Dus iedereen weet wat dat is als je slaap hebt. En iedereen weet dan ook dat je niet door moet gaan. Maar iedereen ziet ook al die vrachtauto's op die vluchtstroken staan. En kijk, als er nou parkeerruimte genoeg is, dan is dat heel dom om ergens te parkeren waar je niet mag. Maar als daar geen ruimte is. Maar het is zo tastbaar. Mensen begrijpen het ook. In februari van dit jaar zit chauffeur Jan Slotboom voor de rechter. Die begrijpt hem wel een beetje, maar zegt ook: u had toch een andere oplossing moeten verzinnen dan te slapen op een plek waar dat niet mag. Ook al zijn er geen andere parkeerplekken te vinden. Je kan hem ook niet ergens op een stoep ergens achteraf neerzetten. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Die dingen zijn veel te groot. Daar zijn natuurlijk de steden, de plaatsen niet voor ingericht voor zo'n grote auto. Slotboom krijgt een milde straf, maar daar neemt hij geen genoegen mee. Hij vindt het oneerlijk. Nee, ik had geen keuze. Ik denk aan medeweggebruikers en ook aan mezelf, ook aan mijn eigen veiligheid. Zet je die auto aan de kant en dan krijg je dan een strafblad voor terug. Ik had een lintje moeten hebben. Dus gaat Jan in hoger beroep. Honderden andere vrachtwagenrijders steunen de Dordtenaar en betalen mee aan een advocaat. Slotboom maakt zelfs een liedje over het gebrek aan parkeerplekken. Alle dagen vol met stress. In dit uitzichtloos bestaan. Hoef van alleen de rare banken op een vluchtstrook staan. Slotboom weet dat een juridische overwinning lastig wordt, maar hij zit vol vertrouwen. Politierechter waar ik door veroordeeld ben, weliswaar voorwaardelijk. En een officier van justitie, ik denk dat die mensen elkaar dagelijks treffen. En dan is het waarschijnlijk toch een ander verhaal als wat ik dadelijk in hoger beroep mee ga maken, waar een landsadvocaat en drie rechters zitten. Die kijken toch heel anders naar zo'n zaak, neem ik aan. Dus ik hoop toch nog wel dat we de zaak gaan winnen. Jan rijdt nog maar 4 weken op de vrachtwagen voor hij met pensioen gaat. Hij hoopt dan ook dat hij zijn collega's een mooi afscheidscadeau kan geven. Ik zou het heel makkelijk vinden om nu te zeggen van jongens, jullie hebben altijd voor me gestreden, ik laat jullie nu alleen. Dus ik hoop dat ik voor mijn collega's die mij altijd gesteund hebben, nog wel kan bereiken.